Oké, jongens, na genoeg klooien in deze sidequest heb ik waarschijnlijk eindelijk idee waar ik die shit kan vinden. Het is een beetje zonde dat die interrogation zo fout ging. Want dan had ik het misschien een stuk eerder kunnen vinden. Maar het blijkt hier ergens te zijn. Super nice dat ik het alsnog heb gevonden. Jammer dat die interrogation fout ging en dat ik die gastjes alsnog dood heb moeten schieten. Maar goed, we gaan gewoon verder. We geven de moed niet op. We roepen mijn paard erbij. En we gaan ongeveer 2000 meter naar de volgende. Om daar een highly trained soldier te vinden. En hopelijk gaat dat dan wel in één keer goed. Maar wat is het onwijs wennen aan deze game, zeg. Natuurlijk kan je dingen gewoon halen, kan je die gassen doodschieten, maar daar heb je het minst aan. Het moet gewoon allemaal een beetje zoeken gaan. Extraction arrived at the mother base. Extraction arrived at the mother base. Hey, is dit nou een nieuw diersoort? Nee, dit zijn gewoon schapen. Hey, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Ongelooflijk, ik zit gewoon schaapjes te doen, man. Extraction failed. Ach, arm schaapje, omdat er zandstorm kwam. Dat is zielig. Zielig en zonde van mijn extraction eigenlijk. Ik zie geen hand voor ogen nu. Extraction arrived at mother base. Nou ja, zeg, hey storm, ga eens liggen, man. Oké, nice.
The map has been updated. Where are your friends? Where are the others? Wauw. Dit is wel gruwelijk. Ik heb hem sowieso ondervraagd, waardoor ik weet dat er wat cash is. En wat materials. Het is vet gedaan, man. Guardpost captured. Vet shit, maar voor de rest kan ik hier niet veel vinden ofzo. Waarschijnlijk is hij sowieso nog wel rough diamond of zoiets. Had het over cash, toch? Jop, hier is helemaal niks. Nou goed, maakt ook niet uit voor de rest. We gaan nu zeg maar naar die gas toe. Extraction arrived at mother base. Oké, cool. Nice. We gaan nu naar die plek toe waar we een highly trained soldier kunnen vinden. Dat is de laatste sidequest die ik doe in de game. Voordat ik zeg maar ga stoppen deze avond. Ik moet de video ook nog editen en zo. Daarom zal ik even mijn hond uitlaten. Nog even een douche nemen. Maar om die video te editen... Moet natuurlijk wel even coole shit hebben. En ik wil graag die sidequest afronden om dan vervolgens cool de part te eindigen. We hebben in ieder geval nu mensen ondervraagd. We hebben schaapjes naar de mother base gestuurd met die ballon dingen. We hebben zoveel coole shit gedaan. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben een taal specialist hebben we zeg maar geëxtract. Al dat soort coole dingen hebben we gedaan. En dan doe je gewoon sidequest. En het is gewoon los van het verhaal. Ja, je versterkt natuurlijk je verhaal. Je maakt het makkelijker voor jezelf. Kijk. Extract the highly trained soldier. Jezus, ik zou er dus helemaal omheen moeten. Alright, alright, maar ik ga het wel doen. Oké, ik ga er even helemaal omheen. Anders heb ik er een kans van dat hij me spot met die sniper is de hele sidequest verneukt. Oftewel, ik ga naar die brug hier. Waardoor we ook meteen in deze rivierbedding uitkomen, hebben we eigenlijk het eerste gedeelte van de open world zien bij een rivier. Nou is het helemaal de Far Cry feel. Wat een vette game, zeg. Dat die open world aspecten ook gewoon zo cool zijn.
Alright, nou dan gaan we dus de berg op. Ik heb nu die schaapjes teruggestuurd naar de thuisbasis. Er stond namelijk een reward op en het is me zojuist verteld. Dat je zeg maar wilde dieren weg moet houden uit vijandig gebied. Best wel sick hoor. Deze guys zijn allebei stun. Deze man slaapt, dus dat is eigenlijk prima. Ik leg hem even op een iets betere spot neer. Ik ben blij dat ik hem meteen heb laten slapen. Waardoor ik hem gewoon kan extracten en we dus een highly trained soldier terug hebben voor het kamp. Side op completed. Extraction arrived at Motherbase. Vet hoor. Development project has been added. Nice. En dan gaan we dus even kijken. De helikopter pick up. Please select a landing zone. Support helicopter Roger. Requested. Laten we onszelf nu oppikken, gaan we terug naar de Mother Base en eindigen de part. Wat ik gruwelijk vind, hè? Je komt hier dus binnen als Snake, in hun gebied, in hun territorium. Je ziet echt zo'n highly trained soldiers hier zitten met zijn sniper. En dan komen wij hier als inderdaad indringer, komen wij dat gebied binnen. We lopen helemaal om, we verschijnen achter hem, ik laat die andere gast slapen. Ik sla ze in elkaar en ik extract gewoon die soldaat om hem terug mee te nemen naar mijn thuisbasis. Oftewel, ik neem hun manschappen en laat het tegen hun keren. Tegen de vijand. Als een soort gigantische wraak. Het is echt tot nu toe heel erg vet. Ook de sidequests zitten goed in elkaar en zijn super leuk om te spelen. Dus ik hoop dat jullie ook tot nu toe hebben genoten van de game. Ik vind het in ieder geval super vet. Laat je like achter voor deze vette aflevering en de sidequests in de game. En dan hoop ik dat jullie weer hebben genoten en snel weer kijken naar de volgende aflevering. Nou, daar is de helikopter. 3 sidequests gedaan, blueprint gevonden, veel gevonden eigenlijk voor de thuisbasis. Metal Gear Solid 5 is tot nu toe super vet. Tot de volgende aflevering. Later.
Welcome back. Train with me, boss. How about it? How you doing, boss? More medicinal plants. Close to me.